Hey, hoi. Zonder dat er andere mensen in beeld komen die dat niet willen. Het zit hier helemaal vol, echt. Sst, achterin, een beetje stil. Maar, ik heb dus daar, dus van haar, hè, is haar weegschaal. Gaat ze kijken hoeveel vetjes ik heb. Mag ik dan met telefoon wegen wel? Ja. Maar dan gaat hij het vet van mijn telefoon meewegen, toch? Nee, dat ga ik hier. Nee, maar... Oké, let op, hè. Mag ik... Ja, je mag. En dan op de... Oh, wacht. Ik hou mijn buik in, ja? Wacht terug. Maar je moet hem met blote voeten trouwens. Hoe lang ben je? Ja, maar dat is... ik denk 1,74 ondertussen. Anders. Of ik bedoel... Ben je geboortedatum? Nou, even het geluid uit. 2 december. Ja. 1978. Hey Google, maak muziek. Oké, je kan erop. Ja? Prima, muziek op YouTube Music. Alsjeblieft. Waar moet het staan? Zo! 120 kilo. Maar dat is met telefoon en het hele geheugen zit vol. Nou weet ik jouw vetpercentage. Wil je het zien? Ja, laat maar zien. Nou, alleen je hand dan, want anders kom je helemaal in beeld. Dat weet je niet, toch? Oh. Ja, maar dat is met telefoon, hè? Zo. Ik had al wel gehoopt dat ik minder vet zou hebben dan jij. Ik heb nog wat te doen. Maar goed, ik weeg nu met volle telefoon 97,9. BMI 32,3. Vet van 31,4%. Dat is gewoon 1/3 vet, man. Spieren 64,4 kilo, dat is uitstekend. Nou, dat snap ik wel. Water 50,7. Oké. Visceraal vet, dat is heel vies vet. Dat zit rond je organen. 20,5. Botten. Ik heb 20 kilo botten. Ik heb hele zware botten. Oh, nou, dan is dat de komma. 2,8 kilo botten. En de metabolisme is 1929,3. Maar, een man heeft toch gemiddeld 2500 kilocalorieën nodig per dag? Dit is in rust. Oh. Dit is gewoon... Maar dat doe ik nooit. Precies, ik wou zeggen. Want ik... Gewoon de hele dag op de man zal zitten. Oké. Ja. Heus wel, hè? Geen grappen. Nou, dankjewel. Fitcoach Sandra. En maar zonder beeld, maar wel met geluid zien. Hoe ga ik mijn vetpercentage of mijn vetgewicht omlaag krijgen, Sandra? 2 shakes op een dag. Nog harder. Ja, kom. En meer sporten. En gewoon blijven sporten wat je nu doet. Oké. Okay. Maar dan wordt het dus geen sperrups. Jawel, hè, jawel. Of saté. Moet je helemaal zelf weten. Dat is goed. Hé, maar dit was het. Leuk toch? Leuk ja.